En tegenstander de Treffers wil graag in het linkerrijtje terechtkomen. Zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. Want de eerste doelstelling handhaven is al bewerkstelligd. Dit is een goede poging van Siers. De redding is er van de doelman Bayazit van Jong Vitesse. Dat dus 6 punten meer heeft dan Jong Sparta. En eigenlijk er wel in gaat blijven. Tenminste, of Vitesse moet zelf besluiten te stoppen. Dit is een goede goal. Kopgoal gescoord door Van Zundert notabene. De hoekschop van Rodriguez. En Van Zundert, dat is de huurling van NEC. Voor hem is het natuurlijk extra fijn om te scoren tegen aartsrivaal Vitesse. Jong Vitesse komt sporadisch in de buurt van de goal van Cornelis. Maar dit is een goede aanval. Moussaba. Prachtig uitgevoerde aanval dus van de belofteploeg. Getraind door Jozef Oosting. Vorige week wist de ploeg te winnen van HAC thuis. En weer Moussaba gevaarlijk. De paal redt doelman Cornelis. Moussaba loopt zo weg uit de rug van een tegenstander. En zijn schot tegen de paal van Zundert stuurt Maatsdorf weg. Baja ziet eigenlijk te snel de goal uit. En dan is het 2-0 op slag voor rust. Dodelijk moment natuurlijk in de wedstrijd. Treffers op 2-0. Doelpuntenmaker Maatsdorf. Ja, die moet je dit soort buitenkantjes niet geven. En dan speelt Vitesse eigenlijk een verloren wedstrijd. Komt het sporadisch aan aanvallen toe. Dit is goed. Atjevaj ook niet gezien in de wedstrijd. De maker van 3 doelpunten tegen HAC. Dit is wel sterk. Berden, de beer en de redding van Cornelis. We zitten dan in de extra tijd. En zo lijkt de Treffers dus de aansluiting te krijgen met het linker rijtje van de tweede divisie. De doelman Bayazit maakt Hens dus een vrije trap. Jansen wordt opgevolgd door Jan de Jonge in Groesbeek. Die is nu nog trainer bij hoofdklasse Genemuiden. En Rodriguez, het huzarenstukje van de middag. Fantastische goal en hij bepaalt de eindstand op 3-0. Wat heerlijk binnengeschoten vrije trap. De Treffers heeft aansluiting met het linkerrijtje.